Het is lente en we zien in de Noboekse polder een kerken getrokken door een oude mens, een mountainbeetje, en daarneven loopt een jongske. Dat is grootvader en Nello. Die gaan iedere dag in de polder bij de boeren de melk ophalen en dan gaan ze ermee tot in Antwerpen en daar verkopen ze de verse melk. En op een keer komen ze van Antwerpen terug. En langs de weg ligt een hond. En Nello er naartoe. Oh, grootvader, zie je, vervolg, zie je toch. Oh. En hij voelt, hij leeft nog, hij leeft nog. En dan, grootvader gaat voelen. Ja, dat hart klopt nog. Ja, dat hart klopt. Oh, vervolg, nemen wij die mee naar huis. Als we er nou voor zorgen, dan neem ik een speelkameradje. En vervolg. Ja, vervolgens, dan neem ik een speelkameraad. Ja. Oh, een grootvader zit er een nee tegen zo'n jongen. Enfin, hij pakt die hond op, geen beweging erin en ze leggen die op het karken. En mijn roos naar een hutje. Hij legt hem even de stof, geen beweging in te krijgen. Hij gaat een kommetje drinken halen, zit dat er even. Niks. Maar Nello zit zijn eigen op de grond er even. En hij streelt die hond en hij zei, allee jongen, word nou toch eens wakker en eet goed en drinkt goed. Dan kunnen we samen spelen, dan neem ik een kameraad. En dan zei hem in zijn oor en ik ga hem patras noemen. En hij streelt nog, maar er gebeurt niks. En Sander nog schoon grootvader en Nello weer met hun karken. En als ze thuis komen, is dat drinkenbakje leeg. Maar patras ligt er nog gewoon, er is geen beweging in te krijgen. Nello zet zijn eigen er weer even en weer striel. Allee patras jongen, je hebt nou goed gedronken en dan nog eens eten ook en veel drinken jongen. Allee, hé patras. Samen nog gaan ze weer naar Antwerpen. En als ze thuis komen, dan komt hij een onderkop boven. Waf. Oh, en Nello is blij, jongen. Even vol. Het wordt beter met patras. En dan gaan we kunnen spelen. Maar meer niet. Die hond ligt terug. En hij streelt hem. Die kop komt zo nog eens recht. Waf. En dan ligt hem zijn kop op de schoot van Nello.
en die streelt maar. En dat is het begin van een levenslange vriendschap. Het is zomer en we zien weer dat Melkerke en grootvader en Nello, die van de Noobhoogse polder helemaal naar Antwerpen begon, maar grootvader trekt de kaar niet meer. Patras lukt ervoor, die trekt de kaar. Want dat is nou een grote, sterke hond geworden. En die wil voor die mensen die zo goed voor hem gezorgd hebben, ook iets doen. Onder logica. En zo gaat dat eigenlijk verschillende jaren zo. En hoe warm dat in de zomer ook is, Patras, die is gerust. Als ik stop en ik heb dust, de vervouw die er tussen die melkkieten altijd een kanneke met water stond. En dat was ook zo. Zo gaat dat verschillende jaren. En Nello is ondertussen al 13, 14 jaar. En grootvader wordt ziek. Ja. Nello gaat dan alleen met Patras de melk wegdoen. En dat gaat eigenlijk rapper verraad. Want ja, grootvader mengt hem maar. En Nello komt op het idee die het tekent geren. En je natuurlijk geen tekenpapier, dat geld hebben ze niet. Maar de mensen waar dat de melk levert en de boeren in de omtrek ook, die weten dat Nello geren tekent en die houden hun impactpapier bij. En daar kan hem dan ook oefenen. Maar nou, met dat de melk door zo rap gedaan is, alleen rap, dan heeft hem tijd voor naar de kathedraal te gaan, naar de schilderij van Rubens gaan zien. Want dat vindt hem toch zo knap gedaan, als ze hem zo kon schilderen. He. En Patras vindt dat maar raar, dat moet hem eerst tot aan het putteke van Quinte Matsaas en dan moet hem daar blijven liggen, tot dan Nello terug uit de kerk komt. Maar ja, voor zijn baas moet hij hem alles doen. En zo gaat dat. En ook een keer, ja, als het regent, dan moeten ze binnen blijven. He. Als ze buiten gingen spelen, Nello en Patras in de wei en soms, dan kwam Louise, het dochterke van de Meulenheer, kwam die meespelen. En Nello Edis een tekening gemaakt van Louise. En dan gaat hij afgeven om de Meulen. En de boerin doet open. En die zegt, god jongen, dat is goed getekend. Dat is echt ferm, dat is helemaal langs Louise. En ze zet die tekening op de schaal. De Meulenheer komt binnen en die vindt dat. Helemaal langs Louise. Hoe gedaan? Ja, Nello. En zijn gezicht betrekt. Hè. Potverdomme ze. Die schoeier die moet hier wegblijven. Die moet niet zo rond ons Louise draaien. Zeg, zet die boerin. Dat zijn kinderen. Hè. Kinderen zitten. We moeten ons maatregelen nemen. Die moet hier wegblijven. En als jij er niet voor zorgt, stuur ik ons Louise naar de kostschool. Dus Louise komt niet meer meespelen. En het regent, ja, dan zit Nello alleen binnen te tekenen. Maar ja, dat doet hem geen. Nou, hij heeft hem ook een keer gezien. Er is een aankondiging op de Grote Markt ontstaat dat er een grote tekenwedstrijd gaat komen. En de uitslag, dat gaat bekendgemaakt worden de dag voor Kerstmis. En hij zou dat wel willen, als hij naar de eerste prijs kon winnen, hè. Dan hadden ze geld voor medicamenten voor de grootvader te kopen. En dan zou hij misschien terug genezen. Dus Nello oefent en oefent en hij heeft een schoon tekening gemaakt. Zo'n nauwtakker dat op zo'n grote boomstam zit en die zit zijn buitenrammen op tijd. En hij gaat die tekening wegdoen op het moment dat dat binnen moet zijn. En als hij dan terugkomt, begint het zoal een beetje te sneeuwen. En Patras die krabbelt in de sneeuw en die vindt, allee, er lijkt zo een klein oude poepeke. Een soldatje zo geschilderd, maar het is eigenlijk heel schoon geschilderd en eigenlijk niks beschadigd. En Nello denkt, oké, ik heb toch geen centjes en ik zie Louise bekend niet meer. Ik ga een cadeauke geven aan Louise. En als ze voorbij de meulen komen, dan tikt hem op het trommelje van haar kamer. Die doet heel verwonderd open en die zegt, Nello. Ons vader is er zitten. Dat is voor haar verjaardag uit de kant. En Rommeke toe en Nello en Patras naar huis. Na s'avonds is er alarm. De schuur van de meulen brandt. En de meulenheer beweert dat Nello ertussen zit.
dat die dat zou kunnen gedaan hebben. De mensen die kennen Nello wel, die zouden dat niet doen. Maar als de Meulenaar dat zei, ja, als een bij de boeren melk had over, kreeg hij meer en door de deur. Ja, ondertussen is het winter geworden. En grootvader is gestorven. Nello heeft alle spaarcentjes moeten geven voor die begrafenis. En ja, na hoop te morgen voor de doorstuur van januari te kunnen betalen, dat hem die wedstrijd wint. Waar moet hem aan de centjes halen? Ja, en een dag voor kerstmis is zo vaar. De uitslag op bekend gemaakt worden. He. En dan gaat het sneeuw die laag. Dan gaat mijn patrasje door de sneeuw naar de grote markt. En er was dus gezegd dat de bekroonde tekening ging tentoongesteld worden. Een morgen hangt een andere tekening. En je hebt niet gewonnen. Achteraf hoort hem dat de zoon van een havenmeester gewonnen had. Maar ja. En triestig gaat hem eigenlijk naar huis door de sneeuw. Wij moeten hem nagaan doen. En dan... Patras begint te krabben in de sneeuw en je vindt een portefeuille. En er zit veel geld in. Nello, allee om zoveel geld. Hij doet hij terug toe en van voor stond de naam van de Meulenaar erop. Oh, dan zal hem die portefeuille gewoon afgeven. En hij dabbert voort door de sneeuw en om de Meulen gaat hem kloppen. En de boerin die doet open en die zegt, och jongen, ga toch deur, want mijn man is zo slecht gezind. Die is naar Antwerpen gegaan voor geld te halen en die is een portefeuille kwijt en dat hij mij hier dan nog ziet. Ja, maar zei Nello, is ze, Patras heeft die gevonden in de sneeuw. Goh, zei de boerin, mannen. Daar kreeg hij niet voor, jongen. Nee, zei hij, nee, ik moet niks hebben. Patras heeft die gevonden. Maar weet je wat? Zorg maar goed voor Patras. En hij pakt Patras zo vast en dan duwt hij je binnen en dan trekt de deur toe. Maar Patras moet nog zijn bozeke. Maar Nello wil, ja, hij weet ook niet of dat hem in dat uiteke gaat blijven. Hij wil dat er al voor Patras goed gezorgd wordt. En Nello denkt, oké, in dat uiteke kan ik toch niet blijven wonen. Het is kerstavond. Misschien kan ik dan nog in de kathedraal. Enfin, hij drentelt terug naar de kathedraal. En eigenlijk heeft hem geluk, want het is middernachtmis geweest. En het dorpje dat de kuster altijd gebruikt op zaterdag, dat is blijven openstaan. Dus Nello kan binnen. Hij gaat naar de schilderij, maar ja, het is donker, er is niks te zien. Hij gaat toch maar op de grond zo tegen de muur zitten. En hij valt een beetje in slaap. En ondertussen in de meulen. Ja, er komt volk, er gaan de kerstfeestjes aan. Mornello wil niet drinken, Patras wil niet drinken, hij wil niet eten. Hij wil maar naar zijn baas. En als er weer bezoek binnenkomt, hij mocht van de keuze gebruiken en hij is weg. Hij weet waar hij de Nello moet gaan zoeken. En hij loopt naar de kathedraal. En ja, dat Turk stond nog open, hij kan ook binnen. En hij vindt daar Nello. En die is blij dat Patras bij hem is. En met zijn armen rond Patras blijven ze zo zitten. Met twee stilletjes op de grond. En dan, of dat ervoor gedaan is, hè, komt er manneschaam. Door een van de glasraam. En die schilderijen worden toch een beetje verlicht. God zo schoon in dat maanlicht. Dan heeft hem die schilderijen toch nog eens kunnen zien. En zo valt hem in slaap. Met zijn armen op het restje. Zanderdoos komt de kuster naar de kerk. En die vindt die twee daar. Doe het gevrozen.
Ja. En dan hebben de mensen spaat. En vooral de meulenaar heeft spaat. Want uit zijn portefeuille was geen geld ooit. Alles was er nog in. Ja, het was toch een eerlijke jongen. Enfin, de meulenaar heeft er dan toch voor gezorgd. Danilo en Patras, normaal mag dat niet, maar ze zijn samen begraven om de kerk van Hogewoek. Ja. Kerstdag. Alexander en Suzanne. Ik zou dit verhaal ook kunnen noemen hoe Alexander en Suzanne een kind kregen. Het waren moeilijke tijden, oorlog. Toen Duitsland Polen binnenviel, toen wou Suzanne naar huis. Alexander zei, liefje, de oorlog kun je misschien wel ontvluchten, maar je lot toch niet. Oog blijf hier. En Suzanne, ze bleef. Toen Duitsland in een grote tankbeweging Frankrijk, België en Nederland tegelijkertijd aanviel, toen wou Suzanne naar huis. Maar Alexander zei, liefje, het is in Vlaanderen echt niet veiliger dan hier. Och, blijf hier toch. En Suzanne bleef. Alexander en Suzanne, ze woonden samen in Dresden, een mooie Duitse stad. Hij was dokter, een Duitse dokter, en zij een Vlaamse verpleegster. Ze hadden elkaar leren kennen op een missiepost in India. Daar waren ze uiteindelijk getrouwd. En na een paar jaren waren ze terug naar zijn heimat getrokken, omdat ze aan kinderen wilden beginnen. Maar die kinderen, die kwamen niet. Dat was een schaduw over hun huwelijksgeluk. En dan die tweede schaduw was de oorlog. Toen Hitler het niet-aanvalspact met Stalin opzegde en zijn troepen massaal Rusland liet binnenvallen, toen moest Alexander mee met de Duitse soldaten als legerdokter. Bij het afscheid zei hij tegen Suzanne, liefje, het is niet de oorlog die ons uit elkaar haalt.
Het is het lot. Maar ik verzeker je, ik zal je altijd weten te vinden. Waar we allebei ook zullen terechtkomen. Hoe ver we ook van elkaar zullen verwijderd zijn en hoe lang de scheiding ook zal duren. En toen gaf hij haar het medaillon dat hij van zijn grootmoeder had geërfd. Zo namen ze afscheid. Suzanne, die stak in het medaillon een fotootje van de jonge Alexander in India en droeg dat medaillon altijd op haar hart. Die twee probeerden met elkaar contact te houden en dat ging via brieven, maar dat was niet eenvoudig. Maar die brieven, er waren brieven, ja, die Alexander aan haar schreef. En dat ging niet over de oorlog, niet over de veldslagen, de slagvelden. Nee, het gewone wel en wee in de hospitalen waar hij werkte. Zo schreef hij op een gegeven moment heel veel over zuster Anastasia. Die had zich ergens aangesloten bij het medisch korps. En zuster Anastasia, een Russische, die stond hem bij in de operatiekamer. Zo deskundig. En zij liep met hem ook langs de bedden van de herstellende, van de zwaar gekwetste. Zuster Anastasia, zij werd door iedereen op de handen gedragen. Door burgers en soldaten, door Duitsers en Russen. Ja, en toen Suzanne die brieven las, toen was ze blij dat haar Alexander, dat hij ook iemand ginder kende, ja, waarop hij kon vertrouwen, op wie hij kon steunen, dat deed haar deugd. En toen was er daar die brief over het kleine jongetje. Dat kleine jongetje dat altijd zich vastklemde aan de benen van zuster Anastasia. Hij klemde zich vast aan haar hoeken, aan haar kleed, aan haar schort. Altijd was hij bij haar. Tot in de operatiekamer toe, langs de rondgang van de bedden. Altijd was hij bij haar. En Alexander had het een keer gevraagd aan zuster Anastasia. Van waar die jongen was. En zij zei, zijn ouders zijn voor zijn ogen doodgeschoten door soldaten. Alexander had gevraagd, soldaten, Russische, Duitse? Soldaten, had ze gezegd. Nu, omdat Anastasia en Alexander zo dikwijls samen waren, begon die kleine jongen ook Alexander te vertrouwen. Een enkele keer, dan schonk hij hem een glimlach. En één keer had hij zijn vuistje in zijn grote hand gelegd. Oh, toen Suzanne dat las in die brief, toen was ze blij dat haar Alexander, dat hij ook zich het lot van kleine kinderen aantrok. Ja, zij ook. Hoe langer dat die oorlog duurde, hoe erger het werd. In Dresden, zij nam kinderen mee naar huis om ze een boterham te geven, want die kinderen hadden duidelijk honger. En op een gegeven moment begon zij kinderen te slapen te leggen en eten te geven. Kinderen die duidelijk op de dool waren. En dan waren er die kinderen die zoveel gruwel hadden meegemaakt dat ze onaanraakbaar waren. Maar Suzanne kon ze raken in hart. En ziel kon ze meenemen naar huis. En toen kwam er nog een brief, maar dat was de laatste brief die ze kreeg. Ze zaten ergens op een heuveltop, een noodhospitaal, en ze waren zo goed als omsingeld, de soldaten, de Duitse soldaten. En Alexander schreef, ik schrijf gauw iets, want de laatste koerier gaat te paard vertrekken om hulp te zoeken en ik hoop deze brief nog te kunnen meegeven. Ja. De situatie was eigenlijk hopeloos. En dat was de laatste brief die Suzanne kreeg. En dikwijls zat ze zo te denken, oh, Alexander, zou die gevangen genomen zijn door de Russen en in een soort kamp zitten ergens?
Of misschien nog erger, was hij gesneuveld. En toen kwam de gedachte op die nog erger was. Haar Alexander, die was nog geen nieuw leven begonnen met die Anastasia. Het was om ook wanhopig van te worden. En toen kwam daar dat verschrikkelijke bombardement. En toen zijn dag later uit de schuilkelders kwam, met die kinderen die zij rondom zich verzameld had, toen zag ze dat er daar in die mooie Duitse stad geen leven meer mogelijk was. En zij sloeg op de vlucht met die 5 kinderen. En ze had alleen het medaillon kunnen redden, omdat zij dat altijd op haar borst droeg. En die paar brieven van Alexander. En zo heeft ze lang rondgedwaald, heel wat weken. En is uiteindelijk in Zwitserland terechtgekomen. In een internationaal weeshuis, waar ze samen met de kinderen verbleven, waar dat zij ook werkte. En zo gingen de jaren voorbij. Geen brieven van Alexander, geen enkele boodschap van Alexander. En hij had haar toch beloofd dat hij haar zou weten te vinden. Niks. En toen, 2 jaar na het einde van de oorlog, die kerstavond. Na het avondeten hadden de kinderen van het weeshuis zo mooi gezongen. En die kleine Mitja, niemand wist hoe oud die was. Een jaar tevoren was die door iemand binnengebracht, die zwierf door de straten. 11 jaar, 12 jaar. Die kleine Mitja, die tegen niemand iets zei. Als iemand hem aansprak, zei hij alleen maar Mitja, Mitja. Die kleine Mitja, die ineenkromp als er een vliegtuig overvloog, of als iemand gewoon maar in de eetzaal een lepel liet vallen. Die kleine Mitja, die had meegezongen met de kinderen. En zij, Suzanne, had naar hem geglimlacht. En hij had heel bleekjes en zwak terug geglimlacht. Nu zat Suzanne alleen op haar kamer. Alle kinderen waren gaan slapen. En ze zat daar met het medaillon opengeslagen waarin ze de jonge Alexander kon zien. En de brieven lagen voor haar op tafel en een kaarsje brandde. En toen werd ze plots weggeroepen, omdat er een kind hoge koorts maakte. En toen ze terugkwam, zag ze van in de gang al dat haar kamerdeur wagenwijd open stond. Ze ging naar binnen, het kaarsje brandde nog, de brieven lagen er nog, maar dat medaillon, dat was weg. Vertwijfeld ging ze in de zetel zitten en probeerde haar ademhaling onder controle te krijgen. Dat medaillon, dat lieflijke kleinood van haar Alexander. En toen hoorde ze gemorrel aan de deur. En ze ging naar de deur, deed open en daar stond Mitja, bevend over heel zijn lichaam, lijkbleek en met 1 vuist dicht, alsof hij haar wou slaan. En zij trok de jongen dichter bij haar. Bij haar nam ze dicht bij hem. En toen vertelde hij het. Hij had haar een goede dag willen wensen. En toen deed hij zijn vuist open. En daar lag het medaillon. Dat medaillon, dat is van mij. Die foto van oom Alex moet van mij zijn. Mag niet van jou zijn, moet van mij zijn. Oom Alex. Suzanne begreep er niks van en zachtjes deed ze zijn vuist terug dicht. Het was duidelijk, dat medaillon was van hem en ze nam hem op haar schoot en met horten en stoten kwam het hele verhaal eruit van die laatste uren van haar Alexander,
En zijn oom Alex, ja, de Russische soldaten waren gekomen en die hadden het hospitaal op de heuvel overweldigd. En zuster Anastasia, die was gesneuveld. En toen hadden die soldaten heel het hospitaal doorzocht en die hadden wapens gevonden. En ze hadden die verantwoordelijke dokter tegen de muren gezet en doodgeschoten. Hij beefde en sidderde. Suzanne nam die kleine jongen bij hem en trok hem echt op haar schoot. En toen begreep ze dat zij haar Alexander nooit meer zou terugzien, maar dat hij haar wel een boodschap had gestuurd. Hij schonk haar een kind dat ze samen nooit hadden gehad. En zij en Mitya beleefden daar een prachtige kerst, omdat zij haar moederhart voor hem kon openen. Veer, ben jij het? Veer! Jij wat? Jij sprong over ijsravijnen en gletsjerspleten en dat op een rendier. Door de lucht.
hoog boven de wolken tot voorbij de zon. Peer, lieg niet. Zeg dat je liegt, alsjeblieft. Jij jaagt me nog eens de dood in met die verhalen. Ach, Peer is Peer. Hij is zo slecht nog niet. Hij heeft veel fantasie, ja. Dat is wel het minste dat ik over hem kan zeggen. Oh ja, sorry. Ik ben zo vijg. Peer en ik, wij groeiden op in hetzelfde dorp. Ik ben een vriendin van Peer. Of zoiets. Peer is avontuurlijk. Hij houdt van verhalen. Grote, meeslepende verhalen waar hij zowat iedereen bij betrekt of in meetrekt, sleurt eigenlijk. Ja, toen zijn vriend Mats ging trouwen met Ingrid, toen, ja, het is een lang verhaal. In ieder geval, ze zijn niet getrouwd. Hier, op deze plek, heb ik al zo vaak op Peer gewacht. Ja, terwijl hij in een wereld leeft tussen de trollen, om maar iets te noemen. Ja, echt waar. Zo stond hij op een dag op het punt om met een prinsessentrol te trouwen. Haar vader was koning en hij zag zijn kans schoon om zo ook ooit koning te worden. Ook al was de prinsessentrol zelf zo lelijk als de nacht, zei hij. Maar goed, hij had zijn moeder beloofd om ooit keizer te worden, zodat ze nooit meer iets tekort zouden komen. Ze waren toen straatarm. Maar eigenlijk wilde zijn moeder enkel rust en een gelukkige zoon. Maar dat, ja, dat was moeilijk te begrijpen voor Peer, die altijd de grootste en de sterkste wou zijn. Maar goed, Peer is niet getrouwd met de trol. Nee, integendeel zelfs. Toen hij hoorde dat hij zelf ook een trol moest worden, heeft hij snel de benen genomen. En toen is hij de bergen ingetrokken. En hij is daar nu de bergkoning, hoorde ik. Peer? Peer, ben jij dat? Wat? Peer, ik moet jou iets vertellen. Het is belangrijk, luister. Peer, stop met je verhalen. Ja, de trollen, de bergen, ik weet het. Ze praten in het dorp over niks anders niet meer. Laat mij los, Peer. Ik moet u iets zeggen. Ga liever naar huis. Ga naar uw moeder. Ze is ziek, Peer. Arme Peer. Het afscheid van zijn moeder valt hem zwaar. De dood staat voor de deur. Mijn jongen, zei zijn moeder met haar laatste krachten, maar ook toch zo vol liefde voor haar zoon. Hoor maar, zei ze, hij klopt. Waarop Peer zei, dat is de dood niet, moedertje. Dat zijn de rendierhoeven. Ik hoor ze ook. Kom, de slee staat klaar. Na u. En zijn moeder, die Peer kent als geen ander, ze liet een korte stilte vallen. Die leek wel uren te duren, tot ze vastbesloten en met een klein, voorzichtig lachje zelfs, zei, ik heb het koud, waar breng je mij naartoe? En zo. Zo vertrokken ze naar de hemel. En Peer die praatte de hele tijd stilletjes in haar oor. Hij bedankte haar voor al het geduld dat ze met hem had gehad. Tot ze uiteindelijk aankwamen bij de poort. Ga maar, moederlief.
Ga maar gauw naar binnen, fluisterde hij. En Peer zwerft rond, zoals hij altijd deed en ook altijd nog zal doen. Maar hoe verder hij gaat, hoe meer stemmen hij hoort in zijn hoofd. Valse, gemene stemmen die jij niet de kop kan indrukken. En daar loopt Peer. Helemaal alleen. Te praten tegen stemmen die enkel hij kan horen. Hoe verder, hoe luider. Zij is dood, Peer, dood! Nu moet je jezelf zien te redden. Kan jij dat wel, Peer? Natuurlijk, ik ben Peer Gint en ik heb niemand nodig, want ik heb genoeg aan mezelf. Oh, wauw! Ik ga maar. Ah, dus jij gaat er vandoor. Net wat ik dacht. Ja, want steeds als het moeilijk wordt, dan gaat Peer er vandoor en waarheen? Waarheen gaat de reis, Peer? Ik weet het niet. Ik waai met alle winden mee. Windvaan, wanneer kies jij nou eens zelf je eigen richting, Peer? En zo belandde hij in Marokko, in China en God weet waar hij nog allemaal strandde. Maar overal vertrok hij. En altijd omdat hij in de problemen zat. Zo ver en zo diep dat hij zelf niet meer wist waar hij was. Waar ben ik? Dat is een goede vraag, Peer. Waar ben jij? En wie? Wie ben jij? Wie ben jij echt, Peer? Wie? Jij mag het zeggen. Napoleon? Ik ben Napoleon. Nee, jij gekkert. Ik zou je moeten laten opsluiten in een gekkenhuis. Want daar hoor jij thuis. Ja, misschien wel. Ja, want eigenlijk ben ik gewoon Peer. Peer die bijna trouwde met een trol. En die zijn moeder naar de hemel droeg. En die zelf de weg verloor. Ik ben Peer. Peer die hoopt dat er ergens iemand op mij wacht. Iemand die eigenlijk helemaal niet zomaar iemand is. Peer? Peer, ben jij dat? Peer, je bent er. Natuurlijk. Natuurlijk ken ik jou nog. We kennen elkaar al zo lang. Peer, rustig. Rustig. Kom hier. Kom. Kom in mijn armen. Kom bij mij. Dan wieg ik ons. Zacht in slaap.